Welkom bij deze laatste webinar in de reeks Beheerders van de Toekomst. En we gaan het hebben over wie zijn de tactisch beheerders van de toekomst. Voor wie er een beetje de actualiteit gevolgd heeft, afgelopen dinsdag heeft TNO haar prognoserapport over de infrastructuur van Nederland gepresenteerd. Een document dat eigenlijk nog maar weer aantoont hoe belangrijk het is dat we de hele keten van beheer aangehaakt hebben in asset management. En eigenlijk is de timing fantastisch dat we dan ook nu het over het tactisch beheer gaan hebben. In de voorbereiding bleek dat nog best een lastig stukje te zijn. Voor ik daarop inga, even wat praktische zaken. Volgende, de huishoudelijke mededelingen. Graag allemaal even je microfoon uit en je camera uit, behalve de sprekers. Vragen stellen kan via de chat. Deze worden aan het eind beantwoord. De webinar en presentaties worden aan het eind gedeeld via de website van platform WOW. En zijn ook via de andere platforms van NPS en TRW beschikbaar. En voor technische vragen is Rianne Kroes op de achtergrond aanwezig, mochten jullie er dan niet uitkomen. Ja, wat komt er allemaal op die beheerder af? Hè? Het vakgebied ontwikkelt zich in heel veel domeinen. We hebben technische ontwikkelingen, sociale ontwikkelingen, klimaat en energie, ruimtelijke inpassing. Daar komt nog een schaarste van personeel bij kijken, van geld natuurlijk. En ook van inhoudskennis. Hoe krijgen we het allemaal georganiseerd? Dat was voor ons, CRW, NPS en platform WOW de aanleiding om deze reeks te organiseren. Om toch een klein beetje handvatten voor deze reeks te geven, want het is nogal een breed begrip, de beheerder van de toekomst, hanteren we een driedeling in deze webinarreeks. Wie is de strategisch beheerder, de tactisch beheerder en de operationeel beheerder? Nou, de strategisch en operationeel beheerder webinar is geweest. Die kunnen jullie terugkijken. Vandaag gaan we het over de verbinding hebben tussen de twee. Wie is de tactisch beheerder van de toekomst? En wat ik al zei, in de voorbereiding bleek dat nog best een lastige vraag te zijn. Dus voel ook vooral vrij om daarin mee te denken. We pretenderen hier niet het antwoord te hebben. Maar ik denk wel dat we inspirerende sprekers hebben die dit van een leuke kant kunnen belichten. Wat ik al zei, dit wordt door drie organisaties georganiseerd. WOW, NPS en het CRW Asset. En ik mag niet zeggen dat wij 13 december een slotbijeenkomst hebben, want die is helemaal vol. Op zich hartstikke positief. We zorgen wel dat ook daar de inhoud gedeeld wordt met jullie, zodat je het nog kunt terugkijken. Goed, dan geef ik nu het woord aan Marco Hofman, strategisch adviseur beheer bij de provincie Noord-Holland. Dankjewel Pieter. Ik denk dat ik in beeld ben. Tactisch beheer. Het is altijd weer een soort eer om uitgenodigd te worden om in dit soort gremia een verhaal te vertellen. En ook deze keer vond ik het wel weer erg leuk. Maar best een beetje lastig, want tactisch beheer, dat heeft voor mij toch nog niet echt heel erg een betekenis. Misschien wat meer voor collega's als Anne en Jos, die hier ook in de call zitten. Ik ben strategisch beheerder. Ik ben strategisch adviseur bij de provincie Noord-Holland. En ik probeer daar zo goed mogelijk de strategische kaders voor asset management vorm en inhoud te geven. En ik dacht, nou, dan ga ik maar gewoon vanuit mijn eigen positie nadenken over tactisch niveau. Wat is dat dan? Die onderverdeling strategisch, tactisch, operationeel. Die snap ik wel, daar leef ik ook wel in. Dus wat zie ik eigenlijk vanuit mijn eigen praktijk? En ik ga gewoon een aantal voorbeelden met jullie delen van situaties die ik in mijn praktijk tegenkom. Het voelt een klein beetje als uit de school klappen over de dingetjes die er in Noord-Holland allemaal gebeuren. Maar aan de andere kant denk ik, ik ga ze gewoon delen, want het is toch gewoon leerzaam om te zien waar de spanning zit. Ook in een organisatie die zo geweldig foutloos opereert als de provincie Noord-Holland. Eerste voorbeeld wat ik ga delen. We hebben al vele jaren bij Noord-Holland onderhoudscontracten, langjarige gebiedscontracten.
gebieden per contracten per gebied, multidisciplinair. Best een ingewikkeld proces geweest om daar te komen. Maar betekent dus feitelijk dat we een aannemer hebben per gebied die alle aspecten van het onderhoud doet. Dus zowel het groen als het asfalt, als de vaarweg, als nou, alles. Het eerste contract daarvan begint over een tijdje alweer af te lopen. Dus we moeten eens gaan nadenken over de vervolg. En we zijn dus gaan nadenken van oké, wat willen we hierna dan? Goed over nagedacht, we gaan beginnen met een strategisch plan. We gaan een strategie ontwikkelen. We hebben heel veel mensen gesproken en het was daarbij al direct fascinerend om al die meningen aan te horen van iedereen. Degene die in een prettig lopend contract zitten, die zeggen gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Anderen hebben wat meer spanning en zeggen nee, het moet helemaal anders. En iedereen redeneert dus heel erg vanuit zijn eigen context, vanuit zijn eigen beleving. Het is echt zo'n reeks interviews, ik geloof dat we er 30 hebben gedaan, is echt een reeks emoties, meningen en eigenlijk best heel weinig feiten en kennis. No problem, we hebben het opgelost, we hebben een strategie gedefinieerd. En in die strategie staat natuurlijk ook wel van, wilt u hiermee door, geacht management, dan is ons advies om de volgende stap, laten we zeggen de tactische stap, om die heel snel te beginnen en ook wel rap te beginnen met aanbesteden. Zo gezegd, zo gedaan. Gepresenteerd in het management. Management heeft dankjewel gezegd. En toen werd het even stil. Want toen begon men in een heel ander gremium dan waar wij hadden geopereerd na te denken over hoe moet het van hieruit dan verder. Die strategie ziet er leuk uit. Maar hoe gaan we dat dan aanbesteden en dergelijke. Dat advies eigenlijk al gegeven was en dat eigenlijk ook al bedacht was. Het moet naar de volgende reeks collega's om verder ingevuld te raken. En het moet geoperationaliseerd worden dat die adviezen er al in stonden. Dat werd eigenlijk een beetje overgeslagen. Dus wat je hier ziet is dat niet iedereen in die logica van die reeks strategisch, tactisch, operationeel en de overdracht van de ene collega naar de volgende collega die er meer detail aan gaat toevoegen, leeft. En dat is best lastig. Nou, ik heb er geprobeerd een leerpunt uit te halen. En als het dan één moet zijn, dan is het dit. Dat strategisch, tactisch en operationeel echt met elkaar verbonden zijn. Het gaat gewoon echt over hetzelfde. En je kunt dus niet zeggen van nou, we maken nu een strategisch kader en dan even niks. En dan moet er iemand anders maar tactisch dingetjes gaan doen of zo. Dat werkt niet. Het is met elkaar verbonden. En je zult dus als collega's, ook of je nu strategisch, tactisch of operationeel je werk inricht. Je zult samen de inhoud moeten doen. En je zult je moeten realiseren dat het één onderwerp is. Nou. Ander voorbeeld. Heel ander onderwerp. Heel ander thema. Met een heel andere beleving. In die onderhoudscontracten zit onder andere iets vermeld over hoe we willen omgaan met chroom 6 in verf. Ik zei al, heel ander onderwerp. Als we chroom 6 in verf op onze bruggen of zoiets ontdekken, dan is ons beleid, we halen het weg. De bedoeling daarvan is natuurlijk dat je over een aantal jaren dat niet meer gaat ontdekken omdat je alles weg hebt gehaald. Maar het is wel heel duur. Nou, zo langzaamaan om ons heen veranderen de inzichten over hoe je nou met dat soort verf, met dat soort chroom 6 spullen om moet gaan. Een beetje zoals het met asbest in het verleden ook gegaan is, die inzichten veranderen. Dus ik kreeg een collega aan de lijn die zei van, joh, mogen wij conserveren in plaats van verwijderen? Dat is veel goedkoper, wel zo handig. Ons aannemer wil dat eigenlijk ook heel graag. En vertelde die, ik ben op zoek naar iemand die hier een besluit over wil nemen. Want ik heb inmiddels al wel 10 collega's gesproken. En in ieder gebied waar dat onderhoudscontract telt, doen ze het anders. En toen heb ik er nog een collega die er verstand van heeft daarna gevraagd. En die zei, het moet zo. En weer een andere collega zei, precies andersom. Het is een enorme zoektocht geworden. Een doolhof, een feest van meningen van iemand. En ik heb zelfs ook nog een collega gesproken die zei, yes, maar dat is toch heel simpel. Je moet gewoon degene spreken die erover gaat.
Nou, ik ben buitengewoon nieuwsgierig. Ik zie Anne, want die heeft de camera nog aanstaan, knikken en lachen, want zij zou die collega kunnen zijn. Zet je camera maar uit, Anne. De les is, zorg dat er iemand van is, jongens. Het klinkt heel simpel, maar wij hebben wel in deze casus ook weer ontdekt, hier was er niemand van. Een volgend verhaal. Ik ga tempo maken. Dat prognoserapport wat Pieter net noemde, gaat over de vervangingsopgave van kunstwerken. En ook wij zijn daar natuurlijk al een hele tijd mee bezig. We constateren dat er veel geld nodig zal zijn. We constateren dat er schaarste is in de markt. We willen verduurzamen. Een van de oplossingsrichtingen die heel dominant in de gedachten zit, is: je zou veel meer in series moeten gaan aanbesteden. Reeksen maken, want dan kun je de markt een stuk efficiënter inzetten dan wanneer je maar projectje voor projectje doet. Deze gedachte is niet helemaal nieuw, maar praktisch is het toch best ingewikkeld. En op een gegeven moment dacht ik: weet je wat, we gaan met iets simpels, niet gelijk beweegbare bruggen, want dat zijn nogal projecten, maar met iets heel simpels gaan beoefenen. We hebben in onze programmering staan een heleboel projecten waarbij we remming werken van bruggen. Gewoon houten palen in het water moeten gaan onderhouden, vervangen in een aantal gevallen. En ik dacht van, weet je wat? We gaan die projectjes gewoon allemaal bij elkaar zetten en in één keer aanbesteden. Ik heb een voorstelletje geschreven en ik heb dat ingebracht in onze programmeringsteam. En toen gebeurde er gewoon helemaal niks. Mocht nagevraagd, alleen maar een beetje vage blikken. Ik ben er uiteindelijk maar flink op afgestapt en gezegd: wat is hier aan de hand? Ik doe hier een goed voorstel en ik hoor maar niks. Nou ja, toen bleek dus gewoon dat het voorstel helemaal niet begrepen werd. Er werd helemaal niet begrepen waarom ik dat eigenlijk wilde. Bovendien, die projectjes die ik bij elkaar wilde stoppen, die zaten geprogrammeerd in verschillende jaren. Dus dat is dan ook administratief en financieel weer onhandig. En ik had natuurlijk mijn voorstel gewoon over de mail gestuurd, in de veronderstelling dat het dan wel goed zou komen. Ik was tenslotte de strategisch adviseur, dus dat moet dan toch wel lukken. Nee dus, daarvan heb ik dan wel geleerd van: als je dan zo'n strategisch kader maakt, zorg dan in ieder geval dat er een implementatieplan bij zit. En doe die implementatie ook. Breng het ook echt over aan die collega die er verder wat mee moet. De laatste, sorry. Nog zo'n strategiebesluit. Baggeren van bermsloten of van vaarwegen, dat zijn we gewend om te doen op het moment dat er iemand klaagt. Waterschap zegt: jullie moeten nou eens een keer die bermsloten schoonmaken. Nou, dan zetten we een actie uit. Of er belt een schipper dat hij ergens aan de grond gelopen is of in ieder geval grond geraakt heeft. En dan besluiten we om iets te gaan baggeren. Moeten we dat dan programmatisch gaan doen, bijvoorbeeld? Nou, dat leek ons een goed idee. We hebben een hoop mensen geraadpleegd, een goede dialoog gevoerd en we bedachten: oké, we gaan dat programmatisch aanpakken. Dus we gaan eens in de zoveel tijd een campagne doen en dan brengen we alles keurig netjes op diepte. Maar dachten we van, dan zal wel onze tactische beheerder, die zal dan nog wel een aantal dingen moeten gaan bepalen. En die hebben we er ook bij betrokken. Ik kom langzaamaan in de positieve voorbeelden. Want die zei van: ja, dat is goed, want dan ga ik nog wel eens nadenken over bij welke ondiepte moet ik dan gaan baggeren en hoeveel overdiepte baggeren we dan per type vaarweg. En vervolgens ook nog wel van: ja, hoe moeten we dat programma dan inrichten en waar halen we het geld vandaan of hoe gaan we dat organiseren? Hebben we eigenlijk wel de expertise? Een mooi voorbeeld van hoe ik in een heel vroeg stadium die tactische beheerder ingeschakeld heb om mee te denken en ook om de volgende stap te zetten. Maar nog steeds zijn we er niet helemaal, want het besluit om het echt zo te gaan doen en om dus ook ons systeem wat te veranderen, financieel en organisatorisch, dat is nog niet genomen. En daar zie je dan ook van hoe goed je het ook doet als beheerder. Je moet uiteindelijk ook wel ergens weer beslissingen nemen,
Er is gewoon echt wel sturing nodig. Het gaat echt niet vanzelf. En daarmee wil ik ook vooral illustreren dat alles wat je doet goed bedoeld kan zijn en goed georganiseerd kan zijn, maar het is toch allemaal anders dan je gewend was en dat vergt altijd gewoon inspanning. En dat is denk ik. Nou ja, als ik dat allemaal bij elkaar zet, dan zijn mijn leerpunten. Nou, vier, de eerste vier heb ik al genoemd. Die laatste, dan nog even als toevoeging. Je kunt een keten wel beschrijven. De volgorde, strategisch, tactisch, operationele, wie dat allemaal zijn. Maar mensen moeten zich in die rol ook herkennen. En mensen moeten ook zich thuis voelen in hun rol. En de verbinding met die anderen ook willen en kunnen maken. Als je dat lukt. Dan begint het wel een beetje contouren te krijgen. En dan kun je zeggen van die tactisch beheerder in dat hele spel van strategisch, tactisch, operationeel. Wat doet die dan? Of wat is die dan? Nou, die is ervan. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dat zijn de collega Anne die je net ook in beeld zag. Die is bijvoorbeeld van de oevers van onze vaarwegen. Nou, dat betekent wel dat ik met haar in gesprek ben over dat onderwerp. En dat is heel belangrijk. Je moet keuzes maken. Dat betekent ook dat er sturing nodig is. Dat duidelijk is wie dan de beslissingen neemt. Maar die tactisch beheerder is volgens mij extreem belangrijk als verbinder. Gaat op zoek naar kaders. Kent de behoeften van de praktijk. Vormt daar echt een schakel. En dan tot slot. Want hoe hebben wij dat dan in Noord-Holland ingevuld? Nou, we hebben er eigenlijk drie. We hebben asset managers die over die assets gaan, zoals ik dat net over mijn collega Anne vertelde. We hebben gebiedsmanagers, er zit er hier ook eentje in de call, die over ons gebied Zuid gaat. Die gedraagt zich als eigenaar, dus als er iets kapot is, dan is hij degene die zegt, ja, maar wacht nou even, het is kapot, er moet iets gebeuren. Signaleert dat misschien ook wel bij de onderhoudsaannemer. En dan hebben we nog een programmamanager, die gaat over de centen en over wat we in 2024 doen, in 2025, et cetera. Dit samenspel is ook al een heel karwei. Dus tactisch asset management is eigenlijk ook al gelijk weer een soort organisatieonderdeel wat ook heel goed georganiseerd moet zijn en waarop ook weer sturing moet zitten. Dat benadruk ik. Ik merk dat ik dat binnen Noord-Holland soms wel heel ingewikkeld vind. Wie gaat er dan over? Misschien beter al. Wie is er van? Dat lukt misschien wel. Maar wie gaat er dan over? Dat is het volgende. Nou ja, ik heb een hoop geïllustreerd, wat uit de school geklapt over de provincie Noord-Holland. Wil je meer weten, je bent van harte welkom om van ons te horen hoe het wel moet en soms ook hoe het niet moet. Ik denk dat iedere beheerder uit deze voorbeelden zijn eigen beeld kan vormen en kan bedenken. Bij mij is het anders en dat is ook oké, want het maakt natuurlijk helemaal niks uit hoe het mijn definitie eruit ziet of hoe mijn ervaring is, maar wel hoe het bij jou gaat en dat je het goed kunt organiseren. Dankjewel Marco. En het is altijd mooi om even een kijkje in de keuken van de beheerder te krijgen. Super. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Sander Sietberda van Oxand. Ik hoop dat je klaar zit voor zijn verhaal. Ik zit klaar, maar ik dacht dat we hadden gezegd dat Arie als tweede zou gaan. Zeker, maar ik had je net geappt, die heeft even technische problemen, dus we shiften eventjes in de volgorde. Oké, nou helemaal goed, het verhaal staat klaar. Dus. Ik was zo aandachtig aan het luisteren dat ik de app gemist had. Ja. Oké, succes. Dankjewel. Heel erg leuk om in dit illustere gezelschap van platform WOW, CROE, Managing Public Space een bijdrage te mogen doen over tactisch beheerder. In de 15 tot 20 jaar waarin ik als asset management adviseur aan het werk ben, wordt steeds weer vastgesteld dat er sprake is van een tactisch gat. Er wordt heel veel nagedacht, gesproken en geschreven over vergezichten voor organisaties en er wordt keihard gewerkt in de operatie. Maar de verbinding tussen die beide werelden is er niet of nauwelijks. Ik heb er inmiddels wat ervaring mee opgedaan hoe je die verbinding kunt brengen. Dus ik vind het leuk om die te mogen delen in deze groep. Even ter introductie. Mijn naam is Sander Sietberda. Ik ben 48. Ik woon in Utrecht. Daar staat ook mijn bedrijf Oxand, waar ik partner en adviseur asset management ben.
En als gezegd, 15, 20, niet helemaal met een schaartje te knippen, maar ongeveer dat is de tijd dat ik nu als asset management adviseur aan het werk ben. Brede klantenkring bij publieke organisaties, zoals gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Rijksvastgoedbedrijf. Allemaal eventjes ter inleiding dan het tactisch gat. Ik begin eventjes bij een slide uit de webinarreeks die we 2 weken geleden hadden gezien. Toen dokter-ingenieur Wendy Tan ons meenam in de wereld van het strategisch beheer. Ik merkte dat ik helemaal aanging op deze plaat. Dat heeft er misschien wel mee te maken dat ik als persoon het strategisch denken echt super interessant vind. En ook een beetje als persoon gebakken ben, dat ik het altijd leuk vind om naar opportunities en issues te kijken en wat zou kunnen en opties te zien en open te laten. Als we eerlijk zijn, het strategisch denken is af en toe ook wel een beetje zweverig en houdt alle opties open. En uiteindelijk moet er gewoon natuurlijk ook wat in de openbare ruimte gebeuren. En daar heeft die tactisch beheerder, ik denk dat Marco dat net ook al mooi introduceerde in zijn verhaal, een belangrijk gat te vullen. En in de praktijk zie ik een geschreeuwende behoefte, juist aan dat verbinden van die opties van die lange termijn aan, maar wat betekent dat dan nu? En hoe gaan we dat dan nu implementeren in onze organisatie? Welke stappen kunnen we nu dan gaan zetten? Dus waarom, wat, wanneer en hoe? Volgens mij zijn dat de vragen die de tactisch beheerder zich te stellen heeft om de werelden steeds met elkaar samen te brengen. Laat ik hem eens even proberen concreet te maken. Gewoon maar naar een stad in Nederland te verplaatsen, onze gedachtenvorming, ons gesprek. Een stad waar ik wel eens kom. Een stad die net als alle andere steden en gemeenten in Nederland wordt bestuurd door politici die grootse plannen hebben, de stad willen klaarmaken voor de toekomst. Vaak in net iets andere beelden denken dan hoe de werkelijkheid er hier en nu uitziet. En ook het gesprek gaan voeren aan de hand van andere thema's. Daarin ook gevoed door kei goede beleidsmedewerkers en mensen die heel goed strategisch kunnen denken van hoe krijg je al die ontwikkelingen samen in een paar woorden, zodat we ook weer een beetje lijnen naar de toekomst kunnen trekken. Ja, en dat is dus waar die tactisch beheerder een antwoord op moet zien te vinden, terwijl ondertussen natuurlijk gewoon ook die stad leeft, onderhouden wordt, waarin gebouwd wordt en waarin ook op basis van monitoring en inspectie wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn, wat er geprogrammeerd moet worden, welke budgetten nodig zijn. Ook nog zorgen dat al die projecten gerealiseerd worden, zoals Marco net ook al in zijn presentatie aangaf. Kortom, er zit gewoon ook in het operationele heel veel gedoe, werk. En over het algemeen is mijn beeld, zijn beheerorganisaties daar ook heel prima toe in staat om die wat meer, wat ik altijd kortcyclisch asset management, monitoring en inspectie, programmeren, uitvoeren en beheren, om dat op een goede manier te doen. Hoe kun je als tactisch beheerder die beide werelden van de strategie en de operatie met elkaar samentrekken? We hebben daar de afgelopen maanden in Amsterdam een vingeroefening mee gedaan. Ik permitteer me maar eventjes om jullie daar kort in mee te nemen van wat daarin de aanpak is geweest. Want ik denk dat dit wel symbool staat voor de rol van tactisch beheerder. In ieder geval is één onderwerp een hele belangrijke en dat is het verzamelen van beschikbare data. Waarin het eerste webinar van Esther
over de situatie in Alkmaar. Een mooie presentatie heb gekregen over hoe rijk eigenlijk zeg maar, de databases inmiddels gevuld zijn van de gemiddelde beheerder. Dat biedt natuurlijk een geweldig mooi vertrekpunt voor de tactische beheerder. Maar ja, met alleen de data beheerder natuurlijk nog niet. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je als tactisch beheerder ook zeg maar, een goed beeld hebt bij de strategische agenda van de stad. Vanuit die strategische agenda bedenken van hey, in welke gebieden gaat het nou zeg maar, ook zeg maar, zaken spelen die van belang zijn en die misschien ook zeg maar, de beheeragenda van onze stad kunnen raken. In die gebieden zeg maar, vast te stellen, hoe staan die assets daar dan op dit moment bij? Waar zitten ze in hun levenscyclus? Wat betekent dat zeg maar, voor groot onderhoud en vervangingen die in die gebieden zeg maar, gaan plaatsvinden? En die dan vervolgens ook weer zeg maar, te kunnen verbinden met die grote thema's. Dat betekent, als je als tactisch beheerder dan zeg maar, je werk doet, dat je eigenlijk zeg maar, op een bepaalde manier naar die beheeropgave van de stad kijkt. Op een wat langere termijn dan zeg maar, de operationeel beheerder, die gewoon moet regelen dat er gemonitord en geïnspecteerd wordt, geprogrammeerd en uitgevoerd. De tijdslijn net eventjes een stukje verder, zeg 20, 25 jaar vooruit. Een beetje beeld zeg maar, bij wat er dan op de verschillende plekken zeg maar, in de stad afkomt. En wat dat betekent voor nou ja, de wenselijkheid en ja, de opportuniteit van het nemen zeg maar, van grote ingrepen in delen van de stad. Om van daaruit dan ook zeg maar, met dit soort van informatie het gesprek aan te gaan met zowel de strategen, want ja, het mobiliteitsbeleid moet hand en voet krijgen, een energietransitie moet plaatsvinden, riool heeft natuurlijk zijn eigen onderhoud nodig en daar moet zeg maar, op worden afgestemd. Dus met dit soort van informatie kun je de strategische agenda vanuit het tactisch perspectief zeg maar, mee beïnvloeden en daar een rol in vervullen om daar de verbinding te maken en dat dan vervolgens ook weer te vertalen naar wat betekent dat dan voor de programmering op de wat kortere termijn. En ja, met dit soort van beelden wordt het dus ook mogelijk om de beheeropgave te gaan verbinden. Verbinden vanuit allerlei verschillende perspectieven. En ik denk dat dat ook zeg maar, de essentie is van de rol van de tactisch beheerder. Dat je makkelijk tussen die perspectieven kunt schuiven. Dus als de vraag is, wat worden de grote uitdagingen voor het volgende college? Dan dat zou een vraag zijn waar de tactisch beheerder eigenlijk met die informatie zoals ik het net presenteerde ook al een antwoord op moet geven. En als dan de vraag is, en het college daarna dan? Ja, die komt, die staat weer voor een aantal andere uitdagingen op andere plekken in de stad. Ook verbinden in termen van gebiedsgericht. Wanneer gaat wat waar plaatsvinden? Wat betekent dat dan ook zeg maar, voor de beheeragenda van de stad? Wanneer zijn we zeg maar, idealiter, pakken we het noorden van de stad of het zuiden van de stad aan? En hoe nemen we daar dan zeg maar, strategische thema's in mee? Of andersom, als blijkt dat de energietransitie het noodzakelijk maakt dat het noorden van de stad over 5 jaar opengelegd wordt, welk beheer trekken we dan naar voren om daarin te kunnen meenemen? Budgetair, ook daar is een verbinding te maken. Want het is natuurlijk één portemonnee waaruit nieuwe ontwikkelingen en het beheer van de stad betaald worden. En in concurrentie zijn ook met andere domeinen waar natuurlijk veel gemeentelijk geld in omgaat. Dus wanneer het lukt om gebiedsontwikkeling en grootschalige vervangingen of groot onderhoud zeg maar, met elkaar te koppelen, kun je ook als tactisch beheerder ervoor zorgen dat de middelen op een zinvolle manier worden besteed. Een thematische gesprekspartner, rigoureus vergroenen in de hele stad. Ja, in welke volgorde kunnen we dat dan het beste doen, geredeneerd vanuit het beheer?
en ja, de wereld van de andere stakeholders. Als gemeente ben je natuurlijk niet de enige asset-eigenaar die actief is in het ruimtelijk domein. De openbare ruimte is dan weliswaar over het algemeen van de gemeente. Maar er zijn ook andere agendas waarmee moet worden afgestemd. En ook daar kun je als tactisch beheerder met een goed beeld van de middellange en lange termijn opgave vanuit het beheer geredeneerd een goede rol vervullen richting die andere stakeholders. Kom ik tot in de richting van een afronding. Eventjes weer weg uit die stad in Nederland. En waar zijn wij dan zeg maar als tactisch beheerder in dit spel actief? In de eerste webinar van deze reeks heeft Wiebe Oosterhof een toelichting gegeven op de Next Beheerder. Die politiek, bestuurlijk en organisatorisch sensitief is. Verbindt en iemand met een brede integrale blik gericht op de uitvoering. Ja, misschien is dat wel ook een hele goede beschrijving van die tactisch beheerder waar we naar op zoek zijn. Dat is maar even een voorlopige conclusievraag. En misschien ook iets om op 13 december verder over te spreken. Kom ik tot een besluit van mijn bijdrage. Er is ons gevraagd welke vraag we zeg maar voor 13 december zouden willen meegeven. Dit zou mijn vraag zijn, want ik heb hier een voorbeeld gegeven van een stad waar invulling wordt gegeven aan het tactisch beheer. Maar ik denk dat gezien de situatie in de markt, Marco vertelde wat over, Piotr vertelde er in de introductie al wat over. Hoe gaan we voorkomen dat elke asset-eigenaar kostbare tijd verliest door zelf het wiel van het tactisch beheer uit te vinden? En hoe gaan we er zo snel mogelijk voor zorgen dat kennis en ervaring juist met deze manier, dit niveau van het beheer zo snel mogelijk wordt gedeeld en naar een hoger plan wordt getild? Daarmee ben ik door het verhaal heen dat ik had voorbereid. Misschien is er nog wat ruimte voor een vraag. En anders geef ik graag het stokje weer door. Kijk weer even naar jou, Piotr. Ja, dankjewel. Ja, intussen tijd is Arie hard bezig om zijn technische problemen op te lossen. Dus we kunnen inderdaad wel even een paar vragen uit de chat behandelen. Misschien wil je stoppen met delen. Ja, ga ik doen. En ik weet niet of Rianne terwijl de spotlight van jou af kan halen. Maar goed, dan gaan we gewoon even door. Dat is altijd op de laatste webinar, daar moeten we het even slim improviseren. Maar het komt goed. ik zit even wat vragen in de chat te kijken. Die gaan voornamelijk over de presentatie van Marco. En die hebben we nu niet in beeld. Oh, kijk, nou ben je in beeld, Marco. Helemaal goed, een beetje klein. Je microfoon staat nog uit. Misschien kan je vast een antwoord geven over een vraag van Frank Wattenberg. Is een implementatieplan niet hetzelfde als een tactisch plan? Je microfoon staat nog uit, Marco. Ja. Ja. Misschien wel. Misschien waarom ik dat niet zo interessant vind. Of niet, misschien vind ik het niet zo'n goed idee. Als je een strategie ontwikkelt. Dan moet die strategie verbonden worden met dat wat daarna gaat komen. Met hoe dat dan tot uitvoering gaat komen. En op het moment dat je een implementatieplan noemt, dan ben je bijna gedwongen om dat ook samen te maken. Om na te denken over die verbinding. Op het moment dat je zegt, weet je wat, ik flikker het over de schutting en mijn opvolger gaat wel een tactisch plan maken, dan is die verbinding kwijt. Dus what's in the name, dat maakt natuurlijk helemaal niets uit. Maar essentieel is als leerpunt dat die verbinding er is. Dat die verbinding tussen mensen er is. Niet per se tussen functies, maar wel echt tussen mensen. Test. Ja. Kijk, ik zie dat Mag ik hierop reageren? Ja, alsjeblieft. Inderdaad, Marco. Het is ook een beetje wat je zelf verstaat onder strategisch, tactisch en operationeel. Ik kom uit de RIO-wereld. En daar was het gewoon zo. Het strategisch plan of planning, hoe je het ook maar noemt, dat was het RIO-plan.
ik was de beheerder en ik sprak met beleid, spraken wij over het tactische plan. He, want kon het beleid uitgevoerd worden met de middelen die wij hadden? He, en wat betekende dat nou voor mijn assets als je een bepaald ambitieniveau nastreeft? Past dat? En daar waren wij waren altijd juist met de beleidsman en ik als beheerder, waar wij, ja, zo noemden we dat dan binnen riolering, op dat tactisch vlak bezig. En daar zou je nog best wel iemand aan kunnen toevoegen. Maar het ging juist over dat het operationele ook aan het praten was met het strategische. Dat was mijn toevoeging. Dankjewel. Ik krijg inmiddels bericht dat Arie klaar zit. Dus we gaan proberen te schakelen naar Arie. Ik weet even niet of dat mag het lukken, maar we improviseren het hier. Ja, Piotr. Goeiedag. Je hoort mij? Ik hoor jou de presentatie nog niet gedeeld. Rianne, misschien wil jij de presentatie van Arie delen. Ja, maar die kan ik zelf ook wel delen, denk ik. Ik zie nog niks. Nee, dat komt. Maar die zie je nu wel, als het goed is. Ja, helemaal goed. Super. Ja. Nou, we zijn 20 minuten, 25 minuten bezig geweest om op een of andere manier mijn camera aan de gang te krijgen. En dat gaat niet lukken. Je bent nu luid en duidelijk in ons webinar, dus super. Dat is mooi. En als jullie de presentatie zien, dan ben ik ook al heel erg gelukkig. Maar dan zie je alleen het hoofd even niet. Dat is dan maar zo. Dus, maar daar krijgen jullie alle kans voor in december. Maar dan ben ik er ook. Dus dan zien jullie mij dan ook weer live. Helemaal goed. Ja. Wie zijn de beheerders, tactische beheerders van de toekomst? Ik mag hem afsluiten, deze. Dat was niet de bedoeling. Ik zou ertussen zitten. De tactisch beheerders van de toekomst. Ik zal eerst even wat over mezelf vertellen. Ik ben strategisch adviseur voor de openbare ruimte bij de gemeente Houten en docent van CROE. Ik geef de basis- en de verdiepingopleidingen, de directie- en managementmodule en vooral ook de in-company trainingen. Wie zijn de tactisch beheerders van de toekomst? We hebben er vier keer over gesproken, over het beheerder van de toekomst. Maar de tactisch beheerders van de toekomst zijn al die mensen die bezig zijn om die fysieke leefomgeving in te richten. Als de waarom-vraag bekend is, dan is het aan de tactisch beheerders om met name die hoe-vraag in te vullen. Hoe gaan we inrichten? En het is buitengewoon belangrijk om als tactisch beheerder te weten waarom, hoe en wat. Eigenlijk is dat de golden circle, wat er moet gebeuren, maar vooral ook gericht te zijn op het hoe. Die openbare ruimte, die fysieke leefomgeving, dat is het kloppende hart waar heel Nederland gebruik van maakt. Even terug naar het schip, het gigaschip, waar Simon mee begon in zijn presentatie 2 weken geleden. Dat schip is op weg naar zijn bestemming, het ligt mooi op koers, heeft het de vaart in, de zee is kalm, het zonnetje schijnt. En als kapitein van het schip zou ik zeer tevreden zijn. Echter, iedereen kan dit roer vasthouden als de zee kalm is. En daar komt die tactisch beheerder om de hoek kijken. Want de zee in onze fysieke leefomgeving die is nooit kalm. Er is altijd reuring, dynamiek, ontwikkeling of verandering. En die verandering van morgen, die is eigenlijk vandaag al begonnen. Dus we moeten oog hebben voor die opkomende risico's. Dit is een heel ander schip wat we hier zien. Als het als donkere wolken voor je opdoemt, dan is het de vraag die je stelt, wat gaat er dan mis als we onze openbare infrastructuur, die openbare ruimte, niet professionaliseren? Ja, daar begint dan echt de verandering van de tactisch beheerder van de toekomst, zou ik zeggen. Het is krankzinnig overigens om steeds weer opnieuw dezelfde dingen te doen en dan een ander resultaat te verwachten. Dat heeft Albert Einstein al verteld. De tactisch beheerder van de toekomst zit er ook een waarom-vraag achter. Waarom dan tactisch beheer? Nou, die fysieke leefomgeving, dat is een ingewikkeld product. Daarom noemen we het ook management, asset management. Overal waar management achter staat is buitengewoon ingewikkeld. En het is een permanente ontwikkeling. Als we kijken naar de mega opgaven die hier op dit plaatje staan, de energie, de materialen, onze bodem, onze ruimtegebruik. Er zijn zoveel ontwikkelingen
die gestuurd zijn door trends en opgaven, zoals renovaties, de vervangingsopgaven. Het moet efficiënter, het moet effectiever. We moeten als tactisch beheerders rekening houden met de kosten, prestaties, de risico's. Het is een dynamiek en de snelheid van ontwikkeling en de complexiteit van afwegingen die zijn weerga niet kent binnen het beheervak. En dat neemt ook alleen maar toe. En dus vraagt het een goede tactische uitwerking van wat we uiteindelijk terug willen zien op straat. Die openbare ruimte waar we gebruik van maken en waar we het voor doen. Dat kan dus ook niet meer op een ad hoc manier. We moeten dus rekening houden dat we dat op een andere manier organiseren. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar vooral van rennen naar plannen. Een planmatige aanpak. Meerzijdig. Vanuit een optimaal informatiemanagement. Dat is van belang. Waar vinden we dan onze tactisch beheerders? Nou, dat is het mooie. Dat juist als de tactisch beheerders de verbinding maken tussen het strategische en het operationele. Daar waar we strategisch richten en de waarom-vraag beantwoorden en die op bestuurlijk niveau vastgelegd wordt, zijn de tactisch beheerders die het inrichten. Inrichten wat strategisch is besloten. En uiteindelijk zien we dat het organiseren van assets een maximale toegevoegde waarde leveren voor de organisatie. Die integraal gecoördineerd is door die optimale afweging van de prestaties, risico's en kosten. Ja, je wil het terugzien in je openbare ruimte. Wat gaan we uiteindelijk doen? Het plaatje wat de vorige keer ook al door Simon is getoond, is deze. Alleen zat die dan op de waarom-vraag en hier zit hij op de tactische vraag. Het hoe, het inrichten. Wie zijn dan de tactisch beheerders? Al die mensen die werken als in dat middenvak op de roos van AMPRO. Regisseurs van de openbare ruimte, vakbeheerders, vakspecialisten, data en informatie, maar vooral tientallen mensen in verschillende functies en met nog veel meer verschillende rollen op de diverse gebieden. Groen, bomen, planten, plantsoenen, blauw, waterriolering, verhardingen, asfalt, grijs, zo gek kun je het niet bedenken, zoveel technische kunstwerken waar we net ook wat over gehoord hebben. Daar hebben we het over. In de rollen en in de subrollen die nodig zijn om dat werk uiteindelijk uit te voeren. En we hebben het nog over al wat. Als we kijken naar de rollen van de tactisch beheerders, dan vragen deze aspecten echt om een andere richting. Die rollen van de tactisch beheerders die maken echt die keuzes om die strategisch vastgelegde doelen te realiseren binnen de kaders. We hebben een mooi schilderij, een mooi kader van het schilderij waarbinnen we kleuren. Maar de kleuren die we doen, dat doen wij. Dus de Rembrandt, die kleuren we zelf in. De rol van de tactisch beheerder is ook dat hij besluit over de vervanging van beheer en onderhoud. Waarom? Omdat hij regie heeft en zicht heeft op die vervangingsopgave die er is. Hij weet wat er moet gebeuren. Dus hij heeft ook zicht op de kosten, de prestaties, de risico's. En heel belangrijk is dat hij rapporteert aan de asset-eigenaar, het bestuur uiteindelijk. Gek genoeg vraagt het bestuur erom, maar ook de rekenkamer die vraagt erom naar een goede rapportage. En de rol van een hele belangrijke rol van een tactisch beheerder is dat hij opdrachten geeft aan die dienstverlener. Dat betekent dus echt, zoals dat plaatje links onderin ziet, dat we andere richtingen moeten hebben. We kunnen het niet meer doen zoals we het deden. Dus wat doen de tactisch beheerders van de toekomst anders dan? Nou, die denken veel breder als alleen maar in hun eigen rol en eigen functie. Maar die gaan van techniek naar functies en bijdragen aan de organisatiedoelen. Dus die zijn er zich van bewust dat ze van vakdiscipline, waar ze overigens heel erg goed in zijn, dat vooral vast moeten houden naar die samenhangende trajecten moeten op gebieden. Daar waar de kapitaalgoederen in Nederland echt op leeftijd raken, de grondstoffen steeds duurder worden en de beschikbare financiële middelen afnemen. Het is te gek natuurlijk om te denken dat beheer een kostenpost is. Dus we moeten ook denken dat we van beheer als kostenpost naar toegevoegde waarde moeten werken. Een tactisch beheerder die voorzit hierin, die kent dat, die ziet dat. Waar zit die toegevoegde waarde?
We planten niet alleen maar een boom in een bos omdat er, of in een plantsoen omdat het een boom is. Nee, dat plantsoen dat heeft een andere waarde of een park heeft een andere waarde. En daar maak je integraal onderdeel van uit. Er komen ook steeds meer beheeractiviteiten die op de markt gezet worden. En de kennis door uitstroom en vergrijzing die dreigt enorm af te nemen. Dus het betekent ook dat alles wat in onze hoofden zit van de beheerders, dat moet eruit. Dat moeten we expliciet maken, expliciete keuzes, zodat het overdraagbaar is naar de toekomst. En dat de ander het ook weer gewoon over kan nemen. We praten op slotverrekening over miljarden. En dan de laatste die hier op deze sheet staat, is dat we niet meer onze interne focus moeten hebben. Het is natuurlijk goed dat je je eigen vakdiscipline echt goed kent. Maar dat we naar de moeten kijken van ja, waar doen we het nou eigenlijk voor? Onze belanghebbenden, burgers, gebruikers. En de burgers worden mondiger. Sterker nog, we zijn zelf burger. Dus we mogen ook mondiger zijn en we mogen er naar vragen. Dus we moeten echt gewoon als tactisch beheerders anders kijken naar die openbare ruimte die veel meer waarde geeft. En dan komen we richting het speelveld. Want op welk speelveld acteren we dan? Opgavegericht denken. Dus denken vanuit de opgave. Een tactisch beheerder neemt alle aspecten, overziet dat speelveld van alle aspecten van het speelveld. Die staan in de positie en die voeren regie over de assets. En op het snijvlak van opgave en ontwikkeling zitten dan al die mooie innovatieve oplossingen waar we over meedenken. We denken dus ook vanuit de ontwikkeling, vanuit de historie, kijken naar de toekomst die permanent in beweging is. En dat vraagt wendbare beheerders die het vak kennen. Slim beheren. Op een goede manier je zaken uitzoeken, maar ook echt regie hebben. En denken vanuit de beheerder. Een beheerder die integraal een bijdrage levert aan het geheel. En beseffen dat iedereen, van bestuur tot directie, tot strategische voorbereiding, tot operationele uitvoering, een bijdrage levert aan dat grote geheel. Dat is de line of sight. Dat doen we niet voor onze eigen stad, of voor ons eigen dorp, of voor onze eigen provincie. Maar dat doen we voor BV Nederland. En daar liggen de koppelkansen. En dan geeft het publieke meerwaarde. Nou, ik kom er richting het einde van de presentatie. Wat vraagt dat dan van ons tactisch beheerders? Nou, van ons tactisch beheerders vraagt het dat we denken vanuit de bedoeling. Het is natuurlijk een mooi woord, de bedoeling. Maar het betekent zoveel als vooruitkijken dan alleen in het hier en nu. En ook over de grens van je eigen bureau. Samenwerken vanuit die procesrol. Publieke waarde leveren we namelijk met elkaar. Dat is die procesrol om in de keten, of door de keten en tussen alle niveaus goed te verbinden. We staan niet voor niets in het midden van de roos van I am Pro. Dus we kunnen die verbinding ook maken. Omdat je zowel van strategie en operationele uitvoering die verbinding kan maken. Dus anticiperen op de ontwikkelingen. De infrastructuur, onze openbare ruimte, is een beetje een traag variabele. Wat we doen, of wat we veranderen, of wanneer we aan de slag gaan, dat doen we niet voor 1, 2 of 4 jaar. Nee, dat doen wij bestendig voor 10, 20, misschien wel 30 of 60 jaar. Dus het is ook juist belangrijk om die programma's en agenda's te verbinden met het reguliere beheer en de vervangingsopgave. De wereld is minder voorspelbaar dan ooit. En de opgave is groter dan ooit, dus het vraagt ook een hele expliciete vorm van eigenaarschap en wendbaarheid. Je netwerk kennen. Eigenaarschap is dat je verantwoordelijk bent voor daar waar je zelf voor staat, maar ook gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het resultaat. Dus dat betekent dat je niet af moet wachten totdat je gepositioneerd wordt. Maar dat je jezelf positioneert in het meesturen bij de ontwikkelingen die er zijn. Stadsontwikkeling, de complexe opgaven. Die vragen ook een flexibel team, een flexibele medewerker, afhankelijk van die opgave. Stadsvernieuwing, stadsbeheer of infratechniek behoren dus gewoon ook echt integraal bekeken te worden in plaats van gescheiden fases. Een belangrijke speler voor het bespreken met de strategische risico's met de asset-eigenaar, daar hebben we zicht op. En ja, als ik kijk naar het plaatje rechtsonder, wie wil veranderen, steken we graag ons hand op. Maar wie wil veranderen, dat is best nog wel ingewikkeld. En dat vraagt een andere competentie.
Dus ook de tactisch beheerder van de toekomst heeft een andere competentie. Ik ga afsluiten zonder dat jullie mij gezien hebben. Dat is dan wel weer jammer. Bedankt voor je aandacht. En toch eventjes dat plaatje van de Alpe d'Huez. Ik heb die Alpe d'Huez een paar keer mogen fietsen. Een helve job om boven te komen. Maar de slogan van Alpe d'Huez is: opgeven is geen optie. En eigenlijk geldt dat voor ons precies hetzelfde zo. Dank jullie wel. Dankjewel, Arie. Je was prima te verstaan met je presentatie. Dus helemaal goed. Oké, de tijd om wat vragen te gaan beantwoorden. Ik heb een vraag van Gerben. Nou, die kan ik gelijk aan jou stellen, Arie. Hoe kan de functie van tactisch beheerder aantrekkelijker gemaakt worden? Er zijn heel veel gemeentes die moeite hebben om die personele bezetting op orde te hebben. Heb jij daar ideeën of tips voor? Daar zit het woordje worden in, hè? Wanneer je zelf aantrekkelijk wil worden, dan is het van belang dat je zelf aantrekkelijk bent. Dus het is niet een afwachten totdat er iets op je afkomt, maar het is direct acteren op dat wat je ziet gebeuren. En daarmee zit je zelf aan de voorkant en dan wordt het werken ook veel leuker, omdat je vanuit de strategie meedenkt. En dat je daarmee als tactisch beheerder ook echt naar die innovatieve oplossingen kan nadenken voor de uitvoering. Dus wacht niet af totdat er iets op je afkomt, maar neem actief, proactief je rol op. En dan wordt het echt aantrekkelijk. Top, dankjewel. Wil je intussen even delen met stoppen met delen van je presentatie? Dan kunnen we de andere spreker ook in beeld brengen. Ik heb super. Hem gestopt. Helemaal goed, super. Ik had nog een vraag aan Marco. Ik weet even niet of je die nou al beantwoord hebt. De rolverdeling, hè? Wie is ervan? Is die rolverdeling ergens vastgelegd in de provincie? Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet eens. Weet ik niet. Hebben we daar een mooi A4'tje over? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Iedereen is van harte welkom om daar wat over door te vragen, hoor. Dat leg ik graag uit. Misschien dat Anne of Jos, die hier in het gezelschap verkeren, daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar doe maar even bilateraal. Ik wil zeggen, volgens mij zijn jullie ISO gecertificeerd, dus ik kan me bijna niet voorstellen. Maar Sander, ik kreeg een vraag via de WhatsApp. Ja, ik kom langs alle kanalen binnen. Wanneer zou de tactisch beheerder het meest zijn geholpen als ondersteuning vanuit de organisatie? Ik denk dat eigenlijk het speelveld voor de tactisch beheerder al helemaal open ligt. Eigenlijk ook een beetje in aansluiting met wat Arie net vertelde. Ik hoor heel vaak in beheerorganisaties dat men heel erg kritisch is op zijn informatiepositie. We weten niet alles van onze assets. Maar als je hem omdraait en bedenkt, maar wat weten we wel? En met die informatie gewoon maar eens begint wat projecties te maken op, goh, hoe ziet onze beheeropgave er dan eigenlijk uit? Op wat langere termijn. Dan ga je misschien in eerste instantie, als je informatiepositie niet zo heel erg denderend is, wat rare uitkomsten eerst zien in die projectie. Maar dat is naar mijn idee ook een heel mooi vertrekpunt om vervolgens dan dus kritisch naar je eigen database te kijken en die te verbeteren. Wat dus eigenlijk betekent, en dat had ik in mijn presentatie natuurlijk ook verwerkt, er is een informatiepositie en je kunt eruit vertrekken. Ga dat doen. Durf projecties te maken die er misschien dan ook in eerste instantie een beetje gek uitzien. Maar ga er het gesprek over aan, want zowel de operatie als de strategie zit te schreeuwen om die tactisch beheerder, die een beetje zeg maar lijn brengt, een verbinding brengt tussen die grote beweging die we allemaal op ons af zien komen en de waan van de dag, waar we in de beheerwereld soms ook in dreigen te verdwijnen. Is dat een antwoord op de vraag?
Nou, ik ben heel erg geïnspireerd. Stel dat ik nou naar aanleiding van jouw oproep denk, ja, ik wil die tactisch beheerder worden, Arie. Met die schaap met die 5 poten. Welke poot moet ik dan als eerste aanmeten? Nog even een keer de herhaling van je vraag. Wel? Stel, ik wil die tactisch beheerder worden. Die schaap met de 5 poten. Waar moet ik dan beginnen in jouw ogen? Wat moet de eerste poot zijn? Als je een groot schip wil besturen, moet je eerst van de zee houden. Dus dat betekent dat je ook een beetje vakgek moet zijn om hierin te willen werken. Hè? Die openbare ruimte, dat is fantastisch. We hebben met zoveel complexe dingen te maken, maar ook met zoveel dynamiek te maken. Daar moet je van houden. En als je van die openbare ruimte houdt en weet hoe dat je dan mee samen inricht voor het verschil wil maken in Nederland, daarop. Dat is een eerste vereiste. Dus voor jezelf de noodzaak creëren of blij zijn dat je daar een onderdeel van uit mag maken, dat is wel belangrijk. Mooi. Mooi. Ik denk dat het tijd wordt om. Ik zie nog een vraag net op tijd binnenkomen van Tim. Je bent als tactisch beheerder het middelpunt verbinder. Hoe weet je als een tactisch beheerder dat je het goed doet? En is het. Ik vind hem eigenlijk wel mooi. Willen jullie alle drie eens even op reflecteren? We beginnen bij Marco. Ik denk dat je het goed doet als je je erkend voelt als verbinder. Sander? Ik denk dat het wel meevalt met al die kritiek die je ontvangt als je als tactisch beheerder je rol vervult. Maar je moet hem ook wel echt vervullen en met verven vervullen. Inclusief ook dus durven aangeven wat de foutmarges is. Hè? Ik blijf natuurlijk eventjes praten nu vanuit mijn denkbeeld van met de projecties van de grote beheeropgave van de stad, zeg maar, naar de collega's van beleid en naar de collega's van beheer. Ja, af en toe zitten er dus gewoon fouten in die projecties. En dan is het maar goed dat je daar het gesprek over aangaat met mensen uit de operatie. Want die gaan zeggen, ja, dat is gek, die brug, die is niet de komende 10 jaar aan de beurt. Die staat er nog veel beter bij. Oké, dan passen we dat aan. Maar het brengt vervolgens ook weer rust, zeg maar, in de programmering. Als je dat, zeg maar, dus op het tactisch niveau vervolgens ook borgt en zegt, oké, nou, dan gaan we dus de komende jaren gaan we ons ook eventjes niet meer druk maken over die brug, is dat gewoon ook heel fijn voor de operationeel beheerder. En nou ja, mijn ervaring, zeg maar, met die beelden die ik net ook even in mijn presentatie liet zien, als ik daar bij collega's van beleid belangs ga, nou, die zijn daar zo ongelooflijk blij mee. Die zeggen, hè? Eindelijk een beetje wat iets meer op de lange termijn meedenken over wanneer, zeg maar, ingrepen in die openbare ruimte goed zijn. Want tot nu toe was het antwoord heel vaak nee. Nee, dat weten we niet. We weten voor de komende 5 jaar wat we gaan doen, maar verder weten we het niet. Dus het valt wel mee. En, nou ja, super, ja. Dankjewel. Hey, we naderen bijna naar het einde. Mag ik er nog een korte reactie op geven? Eerlijk gezegd niet. Arie, je mag wel aangeven welke vraag je ons wil meegeven voor 13 december, Arie. Ja, dat ga ik ook doen. Wees trots als tactisch beheerder. Dan geef ik dat maar even mee op wat je wel kan. De vraag die ik mee zou willen geven. Het is niet verboden om na te blijven denken. Dus als tactisch beheerder zou ik de vraag willen stellen. Van hoe gaan we nou omdenken? Van doen naar denken. Weer terug naar doen. Mooi, mooi. Marco, welke vraag wil je ons meegeven? Ja, ik kijk ook dat het. Ja, ik denk dat we heel veel geleerd hebben vandaag over de rollen, de verantwoordelijkheden, met name in de bijdrage van Arie en Sander, denk ik. Waar ik steeds mee worstel is, waar worden beslissingen genomen? Wie beslist? Hoe kom je tot een beslissing? Want dat je ervan bent, is prachtig. Of je er ook van mag zijn, is niet altijd helemaal duidelijk. Mooi. En Sander, jij liet het in je presentatie wel even zien, maar misschien samenvattend, of was jouw vraag? Hoe voorkomen we dat elke asset-eigenaar kostbare tijd verliest door zelf het wiel van tactisch beheer uit te vinden? Mooi, mooi.
Ja, ik zei 13 december zit al vol. Mocht je je aangemeld hebben en toch niet kunnen, ja, geef het aan. Zodat je plekje gevuld kan worden vanuit de wachtlijst. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken voor deelname aan deze reeks. Dit is weer de laatste. Ik wens jullie een hele fijne dag.